What you came for. Lightning strikes every time she moves. Ja, we zijn dus vandaag in de Brouwbar in Antwerpen. Wij zijn gespecialiseerd in het shapen van wenkbrauwen, kleuren van wenkbrauwen. Dus eigenlijk een totale make-over voor jouw wenkbrauwen. Dat is nu ook super in, heel hard in de mode. En vandaar dat wij ons nu een gespecialiseerde Brouwbar hebben opgericht. Cool. Ja, ik ben geen mijn wenkbrauw. Ik denk dat, dat je wel wat opmerkingen gaat hebben. Dus we gaan nu de wenkbrauwjes in de verf zetten, zodanig dat de kleur wat donkerder gaat worden. Dan gaan je wenkbrauwen ook meer spreken. Ja. En je donshaartjes, die ja, hebben eigenlijk geen pigment en die vallen dan weg. En door dat toch maar te verven, gaan die zobiet een voller resultaat geven in je wenkbrauwen. Ah, oké. Okay. Voilà, dan mag je even trekken. Amai. Hallo, dat ziet er zo grappig uit. En nu ga je tekenen op mijn gezicht. Ja, die strepen blijven nog staan. Nee. Zeg je. Nee, maar zo kunnen we wel bepalen of een wenkbrauw op de juiste hoogte staat. Of dat die lang genoeg is. Die juist start aan je neus. Dat die hier goed eindigt in je hoogtepunt. Ja. Dat gaan we aan beide kanten ook doen. Dus niet gaan we die lijnen allemaal verbinden. Zodat we uw vorm al uittekenen. Ja. En dan kom je eigenlijk tot ja, twee perfecte wenkbrauwen. Ja. Op zich is dat zo als helemaal. Who knows why it's gonna be. Man nu. Oh, het valt mee. Ja, ja. Dat is echt een zot verschil, hè. Oh, ik heb geen voor gefilmd. Mooi, hè. Amai. Ja. Say your place when we leave. She's looking at you. Feestdagen toe en naar de winter toe. De trends zijn een beetje zo de donkere herfstkleurtjes. De melting colors die heel zachte tinten door elkaar vloeien. En dan qua opzijkapsels ga je heel veel met de vlekten. Dus twee vlekten die zo van achter beginnen en eindigen van boven met twee dotjes. En dan in uw uitgroei ga je glitter erop zetten. Allemaal felle kleurtjes, blauw, zilver, roze, fuchsia, noem het maar op.